Ik ben de eerstejaars kloon aan het rooien. Vorig jaar zijn deze gezaaid en hebben op Vitoftera veldje gestaan op het erf. Daar heb ik de goeie overgehouden en één knal geoogst. En nu heb ik deze hier geplant en nu ga ik ze beoordelen op raswaardigheid. Dus ik moet iedere plant apart bekijken. Dit is een mooie kruising, daar hou ik veel van aan. Kijk of het loof goed is. Als het een beetje lijkt, dan leg ik ze eerst op een hoopje. We hebben van het jaar veeltal. Dat heeft deze plant dus niet. Maar toch wel voldoende om aan te houden. Plantafstand hier 25 centimeter. Dat betekent dat ik ze handmatig moet rooien. Ik steek de vork er rustig onder, dan prik ik een keer, dan is die los. En dan kan ik meteen zien hoe wild of tam dat het spul onder de grond is. Het tal is veel hoger dan andere jaren, dus daar moet je een beetje doorheen kijken. Je zal volgend jaar een paar knollen minder hebben. Dit loof is een beetje te krap. Nou, ik heb eigenlijk een stuk of 9 knollen nodig volgend jaar. En als ik dan een beetje twijfel, dan hou ik gewoon 1 knol aan. En dan gaat die volgend jaar in de herkansing. Deze heeft 3 stengels. Op zich kan dat. Onvoorstelbaar dat er zoveel aardappels aan zitten. En 3 stengels. Eigenlijk had die kleur wat roder moeten wezen. Ik laat hem nog even liggen en dan bepaal ik zo meteen wat ik daarmee doe. Kijken wat er verder nog in deze kruising uitkomt. Het loof is goed. De vorm is niet goed. Onregelmatig in de sortering. Die gaat gewoon weg. Flinke plant. Eigenlijk maar 2 hoofdstengels en een hoop bijstengels. Wel weer opbrengst. Mooie kleur. Beetje onregelmatig met die kleintjes eraan. Maar die gaat toch eerst blijven. Deze zit heel erg wild in de grond. Erg lange stalonen. Dat willen we niet. Moet ze tenslotte ook nog een keer kunnen selecteren. En als je dan een plant eruit haalt, dan zit de knoller bij de buurman. Dus ondanks dat het al een mooi nestje is, gaat hij gewoon weg. Nou Jaap, ik vind het mooi dat je even komt kijken. Ik ben blij om jou. Ik heb het kweken van Jaap geleerd. Nou. Eerst op stage bij de ZPC. En later bij Den Hartig. Ja. En nou hebben we nog steeds contact. En af en toe dan kom je even kijken. Advies geven hoe het verder moet. En nou eerst een bakje koffie, hè? Ja, eerst een bakje koffie. Ja, prachtig.
Mooi aantal stengels. Kijken of dat eenhandig gaat lukken. Daar hoort het ook nog bij. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven stengels. Drie, zes, negen, ongeveer 20 aardappelen. Wat willen we nou nog meer? Als die ook nog resistent is tegen Phytophthora, zou het helemaal mooi wezen. Dit is een kruising van een zaailing of een kloon van mezelf met dubbele resistentie en met een Reza. Een ras wat in het tweede jaar onderzoek zit. Er zit ook dubbele resistentie in. Dus ik hoop hier te stapelen. En er zou dus theoretisch nog meer dan twee genen in kunnen zitten. De Reza, een van de kruisingsouders, die heb ik ook zelf gekweekt. Dit is, uiteindelijk is dit al een project. Daar ben ik al 10 jaar mee bezig. Iedere keer maar weer inkruisen. Om resistenties te stapelen. Normaal gesproken houd ik ongeveer 15% aan. Maar dit is wel de beste kruising die ik tot nu toe gehad heb. Daar hou ik bijna de helft van aan. Er ligt hier best een mooie nest aardappels. Maar die kleur is veel te bleek. Dus die gaat gewoon helemaal weg. Prachtig werk met zulke kruisingen. De een naar de andere. Ze moeten ook een beetje oogstbaar wezen. Je ziet wel, deze zitten veel te vast aan het loof. En dan gaan ze uitscheuren bij het naveleind. Ik houd gemiddeld ongeveer 10-15% aan van de planten die hier staan. Terwijl als de klonen uit de kassen opgroeien, dan wordt er vaak maar 5% aangehouden. Maar ik heb natuurlijk al vorig jaar ook al een selectie gemaakt in de plantjes. Daar de slechte al weggegooid. Kweken is weggooien. Maar hier niet zoveel. Dit is het resultaat. Nu was het vorig jaar al een hele sterke kruising wat Phytophthora betreft. En mooie knollen. Dus daar heb ik toen de meeste van aangehouden. Heb ik 88 knollen gepoot, nu hier zo. En ik heb er ruim 30 aangehouden. En dan heb ik er ook nog bijna 30 aangehouden met één knol. Die gaan volgend jaar in de herkansing. Ik neem de hele opbrengst mee. Kan ik in het voorjaar, als ik het spul klaarzet voor komend jaar poten, nog eens even rustig bekijken.
En eventueel vermenging eruit halen. En dan de bosjes met een labeltje eraan. Klonen bio-impuls. Net als bij eigen spul, mooie kruisingen en slechte kruisingen. Maar er blijft altijd weer wat over. Hier een mooie kruising, heel veel aangehouden. Wel wat rond, maar je kunt niet alles hebben. Dan is dit uiteindelijk het resultaat van de eerstejaars. Een pelletje vol. Bij kruising op bundeltjes. Bedankt voor het kijken.